Hallo Black Legion en welkom bij The Vanishing of Ethan Carter. Of als ik het wil, Ethan Carter. Carter. Ethan Carter. Dat is echt een rare, of nou ja, rare, een kut achternaam aan de ene kant om uit te spreken. Carter ben je gewend, maar zeggen Carter. Carter. Maar oké, dat doet de verdere niet toe. In ieder geval, die jongen is vermist. Ethan Carter en... ja, wij gaan Detective Black spelen en allerlei dingen ja, onderzoeken eigenlijk op rare manieren. Wat we niet echt gewend zijn aan de ene kant van Detective Games. Je moet ja, plaats de link zeg maar weer in elkaar zetten in chronologische volgorde. Dus dat wat er daadwerkelijk gebeurt, moet jij zorgen dat er een goede volgorde komt. Beetje hetzelfde wat Remember Me deed. Waar je de tijd kon beheersen en shit. Dat je bepaalde dingen moest aanpassen om de tijd te beïnvloeden. Zodat dat gebeurde wat er gebeurde, zeg maar. Een beetje op die manier. Voor de mensen die die game nog kennen. En voor de rest is het een hele vette game. Ik heb alleen even een soundcheck gedaan vandaar dat we start een nieuwe game doen. En ja, het ziet er heel erg goed uit, die game. Het ziet er echt heel goed uit. Het speelt wel lekker. Voor het kleine stukje. Ik heb heel even rondgelopen in het bosje waar je begint. En dan houdt het mee op. En oké, the game is a narrative experience that does not hold your hand. Oké, ik zal jullie handen wel vasthouden aangezien de game het niet doet. En we zijn in donkere tunnel. En handje vasthouden. Oh god, en de priesters. Handje vasthouden is wel een beetje pedo en gay. En dan komt er ook nog priesters bij en dan wordt het helemaal erg. Ik ga niet jullie handje weer vasthouden. Ik heb dat niet gezegd. Voordat ik allerlei boze ouders aan de deur krijg. Maar Ethan heeft dus een brief gestuurd naar ons toe, zeg maar, de detective. En het leek als een normale fanmail, maar hij heeft het over plekken wat alleen maar een paar mensen dus kunnen zien. En Ethan kent die plekken zo goed zelfs dat hij dus een kaart kan tekenen. Dus die jongen weet er verdomd veel vanaf. En waarschijnlijk is hij daarom ook vermist. En dit is dus ook de game. Dus om erachter te komen waar Ethan is gebleven, moeten wij alles onderzoeken, zeg maar. We kwamen uit deze tunnel. Dit is dus de game. Het ziet er erg goed uit wel. En in het begin, nou, de camera is gewoon ouderwet, zeg maar. Zoals je dat gewend bent voor shooters. Maar officieel stond die, als ik in de controls ga, op 1. En dan... Dan kun je echt van die cinematic shots maken, zeg maar. Maar dit speelt niet fijn. Dit speelt net alsof ik... Weet ik niet. Niet goed in mijn hoofd ben of zo. En echt zo traag in mijn hoofd ben, zeg maar. Ik weet niet, ik vind het niet fijn spelen. Dus vandaar dat hij op 0 staat. Dan weet je dat normaal staat hij dus met 1. In iets. Nee, je kunt de crosshair doen, dat heb ik niet. Field of View heb ik ook aangepast. Die stond op 93 of zo. Echt op een raar getal. Die heb ik naar 90 gezet. Dus dan weet je hoe en wat. Crouch is een toggle. Dus dat is mooi. We zullen eens even gaan kijken. In dit mooie busje. Hier heb ik al rondgelopen. Hier zit ergens een trap. Zie? Daar zit een trap. En we hebben een soort sense. En met die sense... ja, reconstrueer je dus... die dingen die gebeurd zijn. Waar ik het net over had, zeg maar. Dat we een soort... Ja, detective werk gaan doen, dat doe je daar dus mee. En ja, het zal wel. Maar dat is dus met die sense, met de trap. En net had ik ook al een trap gevonden, links ergens. En toen kwam er nog zo'n blauw ding bij. Dus ik denk dat we een paar traps moeten vinden om een blauw cirkeltje te krijgen. Dan weet ik niet meer precies waar dat ding was. Oh ja, hier. Kijk, daar ga je wel behoorlijk dood in als je daarin valt. Kijk, maar nu komt er nog een ding bij. Kijk, en samen wordt het een rondje. Dus ik denk dat we alle traps even moeten vinden hier. In dit bosje. Voor iets. Ik weet niet wat, maar dat komen we dan vanzelf wel achter. En voor de rest, ik zei, de game ziet er echt heel erg mooi uit. Die ziet er echt fucking mooi uit. Als je ook kijkt naar deze stenen en shit. Gewoon hoge textures. Dat gras ernaast, iets dirt. Het gras zelf is wel weer gewoon van dat plakgras, zeg maar. Allerlei lijntjes door elkaar. Maar zo van een afstand ziet dat er wel goed uit als je zo kijkt. Vind ik tenminste. Oh, wauw. We lopen ook al gewoon 1 centimeter naar voren. Dat is weer een rondje. We krijgen iets te zien, maar ik vraag me af wat eigenlijk.
Ik wou aan de ene kant niet weten wat we te zien krijgen. Kijk, we gaan hier naar beneden. De game heeft last van frame stuttering. Behoorlijk had zelfs. Maakt niet uit welke grafische settings ik pak. Hij blijft stutteren, dus... Oeh, dat is een mooie brug. En ja, het uitzicht is ook mooi, maar ik vind die brug ook wel mooi. Hé, hey, daar is ook nog een pad. Maar we moeten denken over de brug heen. Gaan we hier langs? Is dat een trap? Nee, dat is gewoon een takje. Dat leek echt als een trap takje. Dat is net iets andere kleur dan de rest. Waar komen we hier uit dan? Wat is hier te beleven? Hallo! Kunnen we hier naar beneden? Nee, oké. Dat dan weer niet. Wat is hier dan allemaal? Lopen we hier wat door? Was dat vergaat? Oh, wauw. Hallo. Dat geluid ook. Het geluid is ook wel creepy, moet ik zeggen. Het is wel goed gedaan. Ah, we moeten er nog eentje vinden. Dat was nog niet de laatste. Dus we missen er nog één. Hier komen we ergens vandaan, toch? Ja, nee, daar zie ik witte letters van trap. Waar de fuck zou die laatste trap zijn? Ah, daar. Hier. Hallo. Ah ja, ben benieuwd wat we krijgen. Wil ik weten wat er in het laatste rondje zit. What the fuck? Waarom zijn we hier? Wow! Allemaal dode mensen, what the fuck? Oké, read. Oh, we kunnen... Wow! Nice. Oké, dit is een bosbrand dus, wat ik zie. Voor de tekst kunnen we ook zo lezen. Als je niet zo wilt lezen, dan kun je gewoon zo lezen. Okay, sap. An old man came to the forest every day to drink sap from trees. Sap dus gewoon. To get there, the old man had to step around many dangerous traps. The villagers believed this old man had hidden a jade amulet in the forest. But the old man wanted the villagers to believe this because they would search the forest for treasure and not drink his sap. Dat was best wel slim van die oude man. One cool fall night, someone set fire to the forest and the fire spread to the village. The old man escaped the fire by covering himself in sap. When he returned to the village, he found all the village's bones. The old man sat down and cried. Then he found more sap to drink. Wow. Oké, zo, ja, en toen vond hij meer sap. I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Oké. We hebben dus Ed en Even. Hé, die fles ligt ernaast. Die flessen sap liggen hier nou. Wow, what the fuck? Oké, creepy fucking shit. Dat is wel fucking chill. One dead in house fire. Bayfield country. Fire damage to historic home in Red Creek Valley Wednesday morning. According to the officer of Bayfield, blah, blah, blah. Family of six was asleep, blah, 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 blah. Gail Carter. Dus dat zou zijn vader moeten zijn of zo dan. Of opa, 58 was pronounced dead at his scene. Many family members were able to escape. Carter's husband, Edwin, 62, told investigators he may have fallen asleep with a lit cigarette. Okay, firefighters were dispatched to the... Kan ik niet lezen. After heated public hearing, no answers from Vandegrief hearers. Okay, nou, dat boeit mij weinig. Oké, put back. Is hier nog meer dan? Wat is dat? Dat is een pakje peuken. Moet ik nou weer dit lezen? Is toch geen nieuwe tekst of wel? Nee. Is hier nog meer een clue dan? Maar dat is wel chill dat al die shit zo wisselt. Zijn die traps er nog dan? Ah nee, die trap is weg. What the fuck, jongen? Oké, dat is best wel creepy, dat is wel cool. Of nou ja, creepy is het niet echt. Het is gewoon cool. Aan de ene kant. Dat de game gewoon zo verandert dan eigenlijk. Dat is wel nice. Maar ja, we hebben hier alles gehad. We gaan de brug over, denk ik. Zomaar. Lijkt mij een verstandig besluit. We moeten niet naar beneden vallen. Dan waait een beetje stof en spul overheen. Seemed like a quiet, ordinary place. Ah ja. Het is een dam. Nice. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Okay. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. David is Red Creek Valley. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Okay. This would be my last one. Dat klinkt niet echt altijd positief.
meneer detective. Maar deze brug is wel erg cool. Ook gewoon qua hoge textures. Dat maakt echt zo'n verschil uit. Dat maakt echt... Ja... Textures alleen maakt echt gewoon al heel verschil. Dan ook wel gewoon de object details, zeg maar, qua polygon rate en al dat spul. Maar textures maken ook echt een heel groot verschil. Kijk alleen maar Minecraft in principe met een texture pack. Als jij een wat hogere texture pack hebt, dan ziet dat er een stuk beter uit. Oeh, er zit bloed daarop. Dat is niet als positief. Inspect. Blood. Animal. Human. Ah, dit is wat onze detective denkt dus. Wat wij eigenlijk denken, zeg maar. Accident, murder, crankshaft. Ah, dit ding. Fresh crashes recently used. Dus we moeten de crank vinden. En... Ah, die letters gaan bij elkaar. Oké, die ligt ergens bij stenen. En water, die ligt dus onderaan ergens. Ja, daar is de dam. Dus die ligt hier rechtsonder ergens. Dat is wel ziek. We hebben echt een fucking detective black sense, zeg maar. Waar wij zien... Waardoor we zien waar iets ligt en shit. Dat is fucking chill. Dus die ligt daar beneden ergens. Daar. Daar onderaan ergens. Enter. Crank. Die hebben we niet. En dat weet ik. Kan ik... Oh nee, ik kan niet springen. Dat is wel kut. Enter. Chocho! Oh, we kunnen echt serieus trein rijden? Chocho! Putut! Oké. Dat is wel cool, maar dan moeten we eerst de crank hebben. Als wij die crank niet hebben, dan kunnen we ook niet... Ook geen treintje rijden. God damn it. Ik wil treintje rijden. Machinist Black. Aan het werk. Maar ja, dan moeten we de crank gaan vinden. Het ziet er echt gigantisch mooi uit, deze game, vind ik. Het heeft echt iets. In deze stijl. Echt nice gedaan. Hier is niet wat, denk ik. Nee, alleen een hele bende rotsen. Zie je verder echt helemaal niks, joh. What the fuck. Oké. Dan gaan we deze kant op. Langs de, de muziek in de game is ook wel goed. Ik heb muziek heel iets aangezet. Zachtjes op de achtergrond. Hoop geen gekloop met copyright. What the fuck is dit? Touw? Cut toys. Ja, yeah, die zijn inderdaad... Untied. No blood. Nee, inderdaad. Dus... Dat houdt in dat hier niemand dood is gereden. Dat nog net op tijd dat los is dus nemen. Ik kan niet wat met de rope doen. Blijkbaar. Tenminste, er staat rope, maar ik kan er niet wat mee doen. Oeh, dat is wel een bende bloed. En dat benen. Yep. Rest of the corpse, dat is een goede vraag. Blood trail. Victim, dragged away, crawled away. The weird legs. Dat zijn goede vragen. Ik moet niezen. Sorry. Maar dat zijn goede vragen. Dat zijn echt detective vragen, inderdaad. Van, daar had ik zelf nog niet eens over nagedacht. Ik dacht gewoon van, oh ja, bloed. Die jongen is hier dood gegaan. Maar waar is de rest van het lichaam dan? Is dat inderdaad meegesleept door iemand? Of is het zelf weggekropen nog, gewoon op zijn handen? Dat is echt chill. Dat zijn goede dingen. Nou, de volgende bloedspoor, dat had ik nog wel kunnen bedenken. What the fuck is dit voor bot trouwens? Under construction. Oké, hier ligt de rest van het lichaam. Blood from legs, brought from. Dat is een goede vraag. Doodgebloed, denk ik. Fractured skull. Cause of death, blood loss, head trauma. Oh ja, hij heeft inderdaad een probleem. We kunnen hem touchen, maar ik wil eerst even naar die crank toe, denk ik. Die is hier beneden. Die is daar ergens. En dat hadden we gezien. Alhoewel, laten we eerst deze doen met touchen. Oh, ik moest hem holden. Not yet. Wat? Death scene disturbed. Eroded by time. Ah, dat kan nog niet gewoon. Omdat we nog niet alle puzzelstukjes hebben waarschijnlijk. Het is hetzelfde als met die trap, zeg maar. Ik denk dat het op die manier in elkaar zit. Net zoals bij die traps.
Dat we eerst alle puzzelstukjes moeten hebben voordat we het blauwe kunnen activeren. De Sixth Sense, maar de Black Sense. Oké, dan moeten we die Cranky vinden ergens. Daar. Found it. Wow. Wow. Dat was leuk. Oeh, er zit bloed op. En veel ook. Damn. Oké, die nemen we mee. Hier verder nog iets. Nou ja. Het water ziet er ook wel redelijk goed uit, moet ik zeggen. Wat donker. Spiegelt wel veel. Weinig golfslag in. Het is heel rustig water, maar... Het is niet lelijk. Dat is. Ja, maar dat hij verder niet wat is bij het water om ik zijn. Dan gaan we dit paadje omhoog. Dat is niet het paadje waar we mee naar beneden zijn gegaan. Ik hoor creepy geluiden. Daar wegkomen. Ja, dat zit kraakt, snap ik. Oh, je kunt trouwens ook inzoomen. Met de rechtermuisknop, dat heb ik nog niet eens gedaan, volgens mij. Oké, dit is fucking creepy. Ayo! Dat zijn hoge rotsen, trouwens. Fuck ja. Hey, dat bos is echt fucking creepy. Maar we hebben de crank ook, dus laten we eerst deze shit inspecteren, denk ik. Divot rock, fresh dirt, dat is een voetstap. Oké, die kant op, dan kunnen we zien waar de rock is, denk ik. Oké, waar is de rock? Bij een grote omgekapte boom. Langs het spoor. En nog meer hints. Ik wil even zien waar de andere kant naartoe is. Dat zien we niet. Allee, dus langs het spoor ergens bij een omgehakte boom. Dat is echt de clue van het jaar. Oké, dus we moeten een steen hebben. Dried grass. No sun. Damn, rectangle shape, dat is die trein denk ik. Railcar from the bridge, ja denk het. Die railcar is die kant op. En we hebben nu de crank. Dus kunnen we hem activeren en treintje gaan rijden, yes! Woehoe! Ik wil het treintje rijden. Canister. Wat daarmee is gebeurd is ook een goede vraag. Oké, we gaan eerst even het treintje rijden. Ik wil treintje rijden. Treintje, treintje, treintje rijden. Machinist, black. Wat, machinist? Machinist, black, onderwaar. Eerst het aan. Ronddraaien, 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 ronddraaien. Gas met die kar. Yay. Enter. Kun ik naar voren? Ik wil eerst naar voren toe. Ik wil hem van de regel afrijden, omdat het kan. Tadaan, tadaan! Oké, dit ding is niet echt de lightning speed. Wat zou er gebeuren? Ik denk gewoon niks eigenlijk. Ik denk dat we gewoon bok doen. Maar ik ben benieuwd. Wat gaan we doen? Gaan we crashen? Ah! Ah, je moet hem ook echt ingedrukt houden. God damn it. Wel een mooie stoel trouwens. We hebben geen benen! Dan ben ik bang. Oké, daar gaan we dan. Hé, dat stuk hout is hier weg trouwens. Of was hier geen stuk hout? Oh, ik weet het niet. Tudu, tudu. Ik wil ook een toeter. Is dat er? Oh. Kut, ik heb turn off gedaan. Oh. Nee. God damn it. Dit is niet de goede plek volgens mij. Dit is boven de ropes, denk ik. Ah, net voorbij de ropes. Dat was niet de bedoeling. Ik had hem uit moeten doen daar ginds. Op die droge plek. Sorry. Oeh, we kunnen al met de trein helemaal naar die kar toe, trouwens. Laten we dat eerst gaan doen. Helemaal terug. Oh nee, dat kan niet, want er zijn fucking kut rotsen in de weg.
Laat hem eerst wel even aanstaan. Oh, wow. Dat was creepy. Staat nog net niet helemaal goed daar. Net niet. Hij moet heel iets naar voren. Dan moet ik hem nog aanlaten of uitdoen. Kom maar uit. Dan heb je het te gebromd. Ja, dat was leuk. What the fuck is jouw probleem? Oké, als ik uitstap. Kunnen we nou naar die deur toe al? Hallo? Oh ja. Maar nog niet genoeg. Maar mis je die steen nog, denk ik. Gok ik. Geen idee eigenlijk, man. Maar hij moet verder naar voren. Maar hij gaat automatisch naar die plek toe, denk ik. Het zal wel. We gaan de steen vinden. Steen, oh steen. Waar zijt gij? Steen. Oh nee. Oh, dat had ik zoveel mooier kunnen maken ook. Steen, oh steen. Waar zijt gij heen? Oh, bam. Wat is hier allemaal te doen? Dat is echt een creepy forest. Ik haat dit bos. Het is eng. Ik heb sowieso niet echt op een bos trouwens. Nee, totaal niet aan de ene kant. De bossen, ik weet niet. Ik vind het mooi. Overdag, maar schouders donker wat of wat dan ook. Vind ik echt fucking creepy een bos. Dat je al dat rare kut geluid hebt. Zoals dat geluid wat je nou hoort. Zeg maar dat krakende geluid. Oeh, this is fucking pretty. Wacht, kan ik hier bovenop staan? Kan ik springen? Nee. Maar ik kan er wel bovenop staan. Bitch. Ah, dit is wel fucking mooi. Dit is wel echt mooi. Ziet er echt mooi uit. Maar verder hebben we hier niemand. Dus wat ik hier doe. Zal je vragen. Oeh, je bent een lelijke boom. Er zijn veel dingen mooi in deze game. Maar die boom is niet mooi. Maar hier is verder niemand volgens mij. Wat ver ik zie dan toch? Alleen het mooie uitzicht natuurlijk, maar voor de rest. Helemaal niks. We hebben ook geen flashlight trouwens, voor de mensen die zich dat afvragen. Nope. Geen flashlight. Maar als het goed is, is het ook geen jumpscares game. Gewoon een beetje creepy feeling game meer. Hoop ik. Hier is ook niks te beleven. Het is wel fijn dat je op heel veel plekken kunt rondlopen en rondzoeken. Wat de fuck is dat? Ah, dat is gewoon een stuk steen. Met je bak is creepy geluid. What the fuck doe jij hier? Oh ja, dus weet dat het eerst is de bovenste. Oh, dat is gewoon. What the fuck is dat? Een astronaut? What the fuck? Hallo meneer astronaut. Kom hier meneer astronaut, ik wil een knuffel. Knuffel. Meneer astronaut. Knuffel. Boven denk ik. Gok het. Ja, oh nou gaan we naar die plek toe. Meneer astronaut. Ik hoor een creepy geluid achter mij. Dat ik nog steeds niet kan waarderen. Waar is meneer astronaut naartoe? Hierboven? Nee, meneer astronaut is naar rechts toe denk ik. Tenminste, van de vier is er zo'n pad naar rechts toe. Ja. Hey meneer astronaut. Knuffel. Knuffel. Ik hoor knuffel. Ik ben helemaal alleen in dit enge bos. Eigenlijk moet je dan niet mensen gaan knuffelen trouwens. Random onbekende mensen. Waar de fuck is die dude nou? Kom eens hier. Ik heb je bijna te pakken. Dat klinkt ook fout. Ik ga je pakken. Dat klinkt nog fouter. Waar de fuck rijden we helemaal heen? Ah, hierheen. What the fuck? Nou zijn we veel verder dan in eerste instantie trouwens. Oh, wow! Holy crap! Help! Holy motherfucking crap. Ik ook naar beneden. Ik weet niet of ik dit wil eigenlijk. Waar de fuck zitten wij heen, jongen? Wat is dit? Ayo! Help! Oeh. Oh, so pretty. We gaan de ruimte in. Oh, oh. Ah, het warm. Wet. Dat klinkt heel fout. Ook op veel manieren. Oeh. Portal. Time portal. What the fuck is dit allemaal?
Die game is fucking trippy in spacey, man. Ik vind het echt... Er zit zoveel mysterie aan en al die dingen, dat ik hem echt super vet vind, die game. Puur om die reden, omdat er zoveel vragen zijn aan de ene kant. En ik wil die antwoorden er allemaal op weten. Zoals, what the fuck doen wij in space? Met allerlei meer van die capsules. What the fuck doen wij hier? Oh, we hebben ook een bankje. Huh? Met een brief, ja. Read. Alright, the beast had fangs, but was heavy and slow. So when it saw the light in the sky, it waited, taking the light, thinking the light would go out, like the others before it. When it did not, the beast rose up on its legs and went to the place where the fire was still burning. As the orange light died, another took its place. This one was blue, a bright and pure blue that the creature had only seen along the edges of the stars. The beast showed its fangs and the light vanished. A moment later, the light appeared again between two distant trees. The beast wanted to go home, but it could not ignore the light, so it chased it deeper into the forest. What the fuck? Get out of my room, Travis! Stories, stories, always with the stories. Get out! Travis is denk zijn broer dan. I liked the beast. At least he gets to leave this goddamn place. Ja, ik denk dat Travis zijn broer is dan. Oh, what the fuck? We zitten wij in een klein hutje. Met een comic, oké. Okay. Maar dit gaan we lezen in de volgende port. Ik hoop dat jullie het een hele vette game vinden. Ik vind hem echt heel super wel aan de ene kant. Super vet. Super mysterieus ook. Heel veel vragen als wat de fuck er allemaal aan de hand is, zeg maar. Wat er allemaal gebeurt en waar de fuck is Ethan, zeg maar. Dat is de belangrijkste vraag, zeg maar. Waar de fuck is Ethan? En ja, laat even weten in de comments wat jullie van vinden van deze game. En ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden en ervan genieten. Ik in ieder geval wel en ik zie je weer in de volgende video. Laters.